de mooie afsluiter van het seizoen. Het gaat me dan niet direct over de 0-5, maar gewoon dat we gewonnen hebben. Na de wat mindere prestatie van vorige week en de ontgoocheling toch ook van op Sint-Truiden, waar we er met z'n allen toch net iets meer van verwacht hadden. Nadat we de week ervoor tegen Eupen toch een goede wedstrijd hadden gespeeld. En ik aan de jongens gevraagd van absoluut niet te verliezen. Hè, want 0-9, op zo'n manier wil je natuurlijk het seizoen niet beëindigen. Maar ja goed, ik denk dat we echt wel goed aan de wedstrijd zijn begonnen met veel druk naar voren. Dus een aantal andere jongens opgesteld. Sven opnieuw als titularis. Sven de Rechter, dan ook Chiari. Dan door de schorsingen en de kwetsuur achterin ook wat nieuwe mensen. Dus dat gaf toch een goed elan in het elftal. En als je dan heel snel... we waren efficiënt, oké. Hier en daar werd er nog wel eens een kans gemist. Maar als je dan heel snel toch op 0-2 komt, ja, dan kan je verder vrij uit voetballen. En uiteindelijk hebben we gebruik gemaakt van de ruimtes die we kregen, van de diepgang die we dan zelf creëerden. En hebben we de kans afgemaakt. En goed, 0-4 bij de rust, ja, dan is het in principe wel gespeeld. Alhoewel wij en Woelewijsavond hem indachtig. Toen was het ook 0-3 bij de rust. En dan werd het uiteindelijk 4-4. Daar hebben we toch nog even op gewezen. Maar goed, het heeft er op geen enkel moment zo naar uitgezien dat we een herhaling zouden krijgen van dat scenario. En uiteindelijk is het 0-5 geworden. En ik denk dat wij vooral plezier gehad hebben in deze laatste wedstrijd. En dat is natuurlijk wel goed als je nu een lange terugreis hebt. Dat je met een overwinning kunt naar huis gaan en met een overwinning het seizoen kan afsluiten. Heel correcte analyse en ik denk ook een hele duidelijke. Hè. Van het moment als het verschil in kwaliteit zo groot is, dan krijg je kat en muis en dat was het vandaag. Wij weten dat al weken, hè. We weten dat al een heel seizoen, dat het niet simpel is. Maar goed, vandaag zijn we nog eens met de neus op de feiten gedrukt. En ik hoop en ik ga er ook vanuit dat de club daar lessen zal uittrekken en tot men volgend jaar een andere koers zal varen. Want dit kun je u geen 2 jaar achter elkaar veroorloven, want dan ga je het eruit, zo simpel is het. Maar goed, ondanks dat ben ik hier 3 jaar met veel plezier geweest. Dus wat dat betreft sluiten we een prachtig hoofdstuk af.